Ho, kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Pokémon White. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. We waren natuurlijk hier zo net op deze route, we gingen deze grot in, we hadden surf gekregen. In ieder geval de raad de Pokémon van vorige aflevering, wat ik vergeten was in de vorige aflevering, was natuurlijk Deoxys. En ja, weer een Gen 3 deze keer, dus succes met raden in ieder geval. We staan hier samen met Chiron. En Clay staat hier weer. Oké, Clay, wat kom je nou weer doen? Hij heeft het over Team Plasma. Twist Mountain is a fine place to explore. You have fun. Oké. Ik ben benieuwd. Er schijnen dus veel trainers te zitten hier. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, altijd. Trainers zijn altijd leuk. En ik ben benieuwd wat voor Pokémon ik hier tegen kan komen. Dat is eigenlijk het gekste. Een Cyndaquil? Die gaan we zeker eens eventjes proberen te loweren en te vangen. Even kijken, Shockwave. Hoeveel damage gaat dat doen? Ik denk wel genoeg om hem sowieso over de helft heen te krijgen. Ah, perfect. Dat is zeker wel perfect. We zitten in een cave. Ik weet niet of de Duskball hier telt, maar we gaan het gewoon proberen. Het is geen avond, het is wel een cave. Even kijken hoor. Dark places like caves. Ja, dus dat zou hier zojuist heel erg goed moeten uitpakken. We gaan het proberen bij Cyndaquil. Nee, die gaat er gelijk weer uit. Flame Charge, RIP. 1 AP. Oké, nog een Pokéball, nog een... Dus ik gok het erop. Hij is rood AP. Het zou moeten kunnen werken. Het is een dark place. Dus Duskball is goed. 2. 3. Klik. We hebben nog een start erbij. Nice. Cyndaquil is ook weer binnen. Awesome. En deze Cyndaquil gaat trouwens ook al bijna naar een Typhlosion. Dus eigenlijk is het een leuke Pokémon. Hij zit in box 1. Prima. Even kijken hoor, dan gaan we heel even naar mijn healing items. En dan zoeken we naar de Hyper Potion, want ik wil niet dat Electivire doodgaat. We willen hem wel in leven laten en zeker op een plek waar we zo meteen naar veel trainers gaan, veel XP. Is zonde als die dan dood is. We gaan nog wel even kijken wat we hier voor de rest nog tegen kunnen komen. Ik blijf even rondlopen, want er zullen hier vast wel meer dan één Pokémon zitten. Een Osh... Nou... Weer een Oshawott? What the fuck? 2 starters in 1 cave. Oké. Nou ja, we gaan er maar even uit. We gaan hier even verder kijken. En dit komt me dan wel weer bekend voor, mensen. Dit komt me dan wel heel bekend weer voor. Dat ik dit heb gedaan. Want hier zo zaten al die pokeballetjes. Kon je die grot in sommige stukken. Ja, dit komt me weer heel bekend voor. Maar we moeten dus eventjes deze kant op. En dan even kijken, moeten we dit helemaal volgen. En dan kunnen we hier weer in. Oh, ik zag daar nog een pokeballetje liggen. Wacht even, dat gaan we als allereerste doen. Even kijken. Een full heal. Oké, nou, hebben we niet zo heel gek veel aan. We gaan hier even naar beneden, dan moeten we hier deze grot in. Oké, we komen een Pokémon tegen. Ik ben benieuwd, er zullen vast wel meer Pokémon zitten. Oké, weer een Cyndaquil. Het zou toch leuk zijn als je een van die starters opeens shiny tegenkwam. Sowieso dat hij dan in mijn team ging. Oké, getaway safely, prima. En hier hebben we een trainer. Oh, we krijgen nog een Pokémon. Weer een Cyndaquil. Oké. Ja, nou ja, die kunnen we ook wel weer gewoon runnen. Ja, ik vind het zonde om deze te gaan killen, want ik weet dat ik er niet veel XP van ga krijgen. En van deze trainer waarschijnlijk wel, dus dat gaan we even uittesten. Hij zou normaal Rock Pokémon of Ground Pokémon bij zich hebben, heeft hij nu niet, want ja, de randomizer. Even kijken, een Nidoking. Nidoking valt volgens mij onder Potion en Normal, dus ik denk dat ik die Low Kick moet uit gaan voeren op hem. Oké. Nee. Juist niet. En Chip Away doet ook niet zoveel damage. Laat ik mijn Shockwave eens proberen. Nidoking is dus ground. Oké. Dan doet dit waarschijnlijk ook bijna geen damage op hem. Nope. Oké. Dan moeten we dus echt even gaan switchen. Want anders is het zonde van mijn Electivire again. Pokémon. Even kijken. Nee, geen Shiftry. We doen de Samurott. Laten we Samurott maar hiervoor gebruiken.
En we kunnen altijd weer terugswitchen als hij een andere Pokémon heeft. Maar hey, Nidoking is wel fucking vet. Het ziet er altijd zo fucking vet uit. Nee, niet Potion. Oké. Okay, Razor Shell. We moeten hem hierna ook gelijk switchen, want hij is ook alweer bijna dood door de potion. Die moeten we straks eerst weer gaan healen. Oké, okay, hij is wel level omhoog nu waarschijnlijk. 400 XP, ja, oké. Okay. Level 38, nice. Hij wil Encore leren, nou, wil ik niet. Hoppakee. En 800 voor die, zit 900 voor die nog een keer. En nou moeten we hem switchen. Even kijken, Meditite. Reshiram. Want ja, we kunnen daarmee Fly doen en dan is die ook gelijk in één keer dood. Oké. Okay. Even kijken hoor. Een Meditite. Hoppa. Turbo Blaze. Ja, leuk. Fly. Oké. Okay. Even kijken. Nou gaat hij als het goed is een aanval even missen. Hoppakee. En boom. Op zijn hoofd. Yep. En level omhoog. Oh. Of nee, geen level omhoog. Pokémon dood. Girder. Zijn we ook niet zo bang voor. Is ook een fighting type, dus wat we doen gewoon nog een keer fly, hoppakee, en op zijn hoofd, boom. En ook die is waarschijnlijk dood. Ja, yep. En daar krijgen we wel weer meer XP voor waarschijnlijk, iets van 1000 of zo totaal. Ja, kijk, hoppakee, die is dood en we kunnen weer verder. Eens even kijken, waar gaan we nu heen? Deze kant op en... Wacht even, daar zit een deur. Dit is een Cyndaquil. Daar hebben we weer niks aan. Zijn dit de enigste twee Pokémon die we hier tegen kunnen komen? Ik hoop het toch niet, hè? Wacht even, maar daar zat dus een ingang. Dan wil ik even kijken, kan ik daar... Oh, daar kan ik daadwerkelijk langs. Lol, dat zag ik niet eens. Even kijken, maar we kunnen daar ook nog door. Dus ik vind het een beetje sneaky, eigenlijk. Oh, hier staat alleen een trainer. Oké. Okay. Oké, okay, wacht even. Eens even kijken hoor. Drie Pokémon. Een Bidoof. Oké, een Bidoof. Hebben we helemaal niks aan. En die gaat ook bijna geen damage waarschijnlijk op ons doen. Maar wij hebben wel low kick. Dus waarschijnlijk kan ik wel veel damage op hem doen. Even kijken. Hoppa. En... Oh. Amnesia. Nou ja, daar worden we niet zo heel bang van eigenlijk. Gaat alleen eventjes een special defense van omhoog. En nog een keertje. Low kick. En die is ook dood. Oké, okay, nice. Wat voor Pokémon heeft hij nog meer? Jezus, maar 700 XP. Een Scyther. Daarvoor gaan we even switchen naar Reshiram. Ik moet zeggen, mijn Dusknoor is nog steeds level 25. Ik weet nou echt niet of ik hem moet gaan switchen of niet. Ik twijfel heel erg. Oké, Scyther. Flamethrower. Zo, die gaat er ook aan. Zijn we ook weer van Scyther af. Geen probleem. Dag. Oké, Scyther is dood. 400. Oké, een Bronzor. Ja, die is ook waarschijnlijk one hit, denk ik. Hij ziet er ook gewoon nog precies hetzelfde uit als op Diamond, hè. Er zijn weinig Pokémon die echt exact hetzelfde overkomen van een andere game. Maar Bronzor is gewoon hetzelfde gebleven. Ugly. Maar goed. Oké, die is klaar. Deze trainer, die hoeven we ook niet meer moeite in te steken. Maar hier kunnen we dus voor de rest niks. Dus we moeten daadwerkelijk doorlopen. Nou is het alleen het probleem dat je heel veel Pokémon hier tegenkomt. En tot nu toe is het alleen maar een Cyndaquil en een Oshawott geweest. Dus wat we heel even gaan doen, en dit is misschien stom, we gaan heel even een Max Rappel gebruiken. Zodat ik gewoon optimaal rond kan rennen. Tenminste, denk ik. Hier hebben we nog een trainer. Ja. Waarom heeft hij zo'n vaag muziekje? En ze zegt dat ze bad fighting types hebt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is letterlijk de tekst. Is ook zo'n fighting trainer en heeft ze... Ze heeft een Raticate. Lekkere fighting type, mooi. Oké, maar dat komt natuurlijk door de randomizer. Even kijken. Low kick. Moet voldoende zijn. Twee keer denk ik dan. Yep, moet meer dan twee keer zelfs. Oh nee. Crunch. Gaan we dit overleven? Dat is de vraag. Ja, oké, want hij is in één keer dood. Krijgen we hier een beetje XP van, level 36? 1290, oké, dat is sowieso een level omhoog. Lekker man. Even kijken, zo, Shiftry ook level 39. Shiftry is gewoon hoger gegaan dan elke Pokémon, terwijl die laatst in mijn team is gekomen. Eigenlijk best gek, maar dat komt natuurlijk door de XP share. Hebben we hier nog een trainer? Ja, we hebben hier waarschijnlijk gewoon nog een trainer.
Ik moet wel weer eventjes zorgen dat mijn Osje of mijn Samurott en shit eventjes goed samenwerken. En te dood, dus even zorgen dat die sowieso zijn potion kwijt is. En Hyper Potion gewoon eventjes gaan gebruiken voor Electivire en voor Samurott. Hoppakee, zo. Ja, mensen, die potions hebben we niet voor niks. We verdienen het geld toch wel weer snel terug. Ik bedoel, het is niet dat we van trainers verliezen of zo. Maar goed. Oké, hier hebben we de volgende trainer. We gaan kijken wat die nog voor mij in petto heeft. Ik denk dat hij 2 Pokémon heeft. Ha, dat was weer goed. Stravia. Oké, dat is makkelijk tegen mijn Electivire. Dat is eens een keer een lekkere hit op zijn bakkes. Eens even kijken. Ja. Attack fell. Leuk. Shockwave. Let's go. En is die in één keer dood? Dat is mijn vraag. Ja hoor, daar ging onze grote vriend. Oké. Zo, Shift 3. Heeft hij nou... Oh, wacht. Zijn die nou Shift? Oh, nee. Wat? Dat is een Nidoran. Hoe kom ik nou weer op Shift 3? Nou ja. Low kick. Op deze moet het... Oh, wat? Oké, zo weinig damage. Dat had ik dan weer niet verwacht. En ik ben ook nog confused. En ik ben potioned. Switch. Daar gaan we dan geen verdere moeite in steken. Ik ga Shifter eens een keer gebruiken voor een battle. Want dat hebben we nog geen één keer gedaan eigenlijk. En ik moet Krokorok ook nog trainen eigenlijk. Poh, ik moet alles nog trainen dadelijk. Oké, nee, doet hij nou echt tox? Really? Deze heeft echt wel kut aanvallen trouwens. We moeten echt even zorgen dat we goede aanvallen hiervoor weten te krijgen. Feint Attack is oké, maar dat is ook zijn enigste redelijke aanval. En dat is een beetje het probleem. We moeten even een paar ja, leuke grass-type moves vinden ergens. Hier kunnen we weer naar binnen. En hier ligt een zandhoopje. Ik weet niet of dat trainers zijn of zo. Oh nee, je vindt er letterlijk een item in. Oké, deze ook nog. Nee, kijk, dat is dus een trainer. Ik voelde het gewoon al aankomen. Ik had al zo'n voorvermoeden van wedden dat een van die hoopjes een trainer is. Maar hij heeft 1 Pokémon. Hij heeft een Mantine. Oeh, daar ben ik wel blij mee dat ik deze toevallig tegen me krijg. Want Mantine, Fly, Water, oftewel super zwak tegen elektriciteit. Vaak een one-hit. Even kijken. Is het een one-hit? Ik ben benieuwd. Nee, net niet. Oeh. Dat betekent toch dat ik een betere aanval nodig ga hebben als Shockwave binnenkort. Want als Shockwave niet eens ervoor kan zorgen dat een Pokémon Flywaller in 1 hit dood is die ook maar 1 level hoger is, dan gaat er iets fout. Oké, maar deze is dood. Even kijken hoeveel XP krijgen we ervan. 1326, lekker man. Oké, up. En deze is verslagen. Dan moet ik eventjes weer de potion effect gaan weghalen, als dat nog kan. Ja, ik heb nog een antidote. Hoppakee. Zo, zijn we daar ook weer vanaf. Even kijken, misschien dat we hier beneden... Wat is hier? Oh, hier gaan we nog verder de grot in. Oh, wat is dat? Oh. Oh, wat? Ik denk er komt een heel speciaal muziekje again. En is het een Linoon? Ja, een Linoon, mensen. Dat was hem. Oké, hier liggen wel heel veel van die zandhoopjes. Eentje moet er sowieso een trainer zijn waarschijnlijk. Dacht ik al. Het is zo voorspelbaar, die dingetjes op de grond. Even kijken, wat voor Pokémon heeft deze? 3 Pokémon, een Noctowl mee te beginnen. Oké, dat is sowieso fijn. Krijgen we lekker veel XP van. Is ook makkelijk te killen met een Electivire. Alleen, we moeten echt even zorgen voor een betere elektrische move. En wanneer die gaat leren was pas rond de 40 volgens mij. 40, 50 daartussenin. Dus we moeten nog eventjes doortrainen. Alleen ja, zoals ik zei, met mijn vervelende Shockwave gaat dat niet super erg lukken. En ja, oké, ik heb Electro Ball mensen, maar dat werkt alleen op zware Pokémon. En Noctowl is nou niet echt de zwaarste Pokémon die ik me kan bedenken. Dus ja, in ieder geval level 35 alweer, dat gaat snel. Hij leert niks nieuws, oké. Marstomp. Oeh. De Shift 3. Nee. Samurott. Laten we gewoon maar voor Samurott gaan. We gaan. Ja, niet moeilijk doen. Ik kan voor Marstomp eigenlijk niet heel veel verschillende dingen doen. Want ja, hij kan niet. Of hij kan tegen elektriciteit al. En gras hebben we wel. Maar hij heeft nog geen grasaanval. En die leert hij ook niet meer. Dus ik zit een beetje met een struggle om deze gras-Pokémon.
Even kijken. Hij heeft ook die Razor Leaf niet eens. En daar zit ik een beetje van te balen. Misschien dat ik toch eens naar die Move Relearner moet gaan als die hier in de game zit. Ik weet niet waar, maar dan moeten we even opzoeken. Zal ik eens even kijken trouwens? Want we kunnen er op zich, als we straks het ding uit zijn en een Pokécentrum hebben gevonden. Dat zal waarschijnlijk de volgende aflevering zijn. Kunnen we er even heen gaan? Move Relearner Pokémon White. Even kijken. Move Deleter, can you relearn moves in Black and White? In Mistralion City, Flying Type Gym, there's a house with four NPCs. One of the NPCs is a Move Relearner. Once again, this dude wants hard skills. Hard skills can be found on Wild Minchino and Deerling. Okay. Ja, je moet dus hard skills hebben. Ik weet niet of ik die heb. Maar dan moeten we dus maar eventjes naar kijken. Eerst deze trainer maar afmaken. Hoppakee. En hij heeft nog meer Pokémon, hè? Hij heeft een Furret. Voor Furret gaan we terug naar die. Hoppakee. Furret ben ik niet zo heel bang voor. Oké. Electivire. En Furret. Zo. Oké, dat is een Gen 2 Pokémon natuurlijk. We doen lekker eventjes een Low Kick. En dat zou al heel ver moeten komen. Oké, bijna genoeg. Oeh, dat deed nog best wel veel damage. Oké, body kick, low kick en dang. Daar is ging ook Furret. Heeft hij nou nog een Pokémon? Nee. Oké, mensen, dat betekent dat we ook voor deze aflevering weer tot een einde zijn gekomen. We zijn weer een heel stuk verder gelopen en we hebben natuurlijk onze Pokémon lekker wat kunnen trainen. In ieder geval, mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk eventjes dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet eventjes de raad de Pokémon achter te laten in de reacties. En vergeet niet even te abonneren. En mensen, dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering.